Deegbakken. Dit zijn bakken dus om je deeg te laten rijzen en rusten. Ik heb 3 verschillende bakken hier. Eigenlijk is het zo dat deze 2 de ideale maat voor thuis hebben. Dat is namelijk een 30 cm bij 40 cm bak. Standaard maat in de horeca. En dit is een dubbel formaat. Dus deze die is 60 bij 40. Dit wordt bij pizzeria's gebruikt. Die hebben grotere koelkasten en vaak wat meer deeg dan wij nodig hebben. En deze kleinere bakken die worden gewoon voor thuisgebruik gedaan. En ook wel voor restaurants hoor. Voor speciaal deeg bijvoorbeeld, waar ze wat minder van nodig hebben. Nou heb ik deze ook nog in 2 varianten. Je ziet het gewoon, het hoogteverschil. Deze is 9 centimeter. Nou, deze is zelfs nog iets lager. Deze is 7 centimeter. Nou, dat is bijna niet in te kopen in 3040. Anders had ik het gedaan. 7 centimeter is hoog genoeg voor normaal pizzadeeg. Gewichten van 200, 250 gram. Dat past gewoon in deze hoogte. Dan heb je geen probleem dat het tegen de volgende bak aanrijst. Nou, voor particulier gebruik hebben we dus de 9 centimeter bak of de 12. De reden om naar 12 te gaan is als je flexibeler wil zijn met je deeg. Als je zegt van, ik maak niet alleen maar pizzadeeg, maar ook brooddeeg. Ja, brooddeeg is zwaarder, gaat dus ook hoger rijzen, dan heb je meer hoogte nodig. Het is eigenlijk gewoon dezelfde bak, maar dan wat hoger. Je kan de bakken op elkaar stapelen, dus je kan ook een mix kopen van die 2. Je kan bijvoorbeeld de ene bak met de andere afdekken. Dan zijn ze elkaars deksel. Zo kun je doorstapelen en dan pak je 1 deksel om mee te sluiten. Stel nou dat je 2 verschillende deegjes maakt en je wil dat toch op een apart level in je koelkast leggen bijvoorbeeld. Omdat jouw koelkast misschien niet deze hoogte heeft in 1 keer, maar wel 2 keer deze hoogte. En dan heb je toch die 2e deksel nodig. En dan kun je ze zo apart van elkaar in de koelkast kwijt. Ook met de deksel kun je overigens doorstapelen. Weer handig voor het transport. Hier eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus 60 bij 40 bak. Gaan 12 bollen in. Je stapelt ze allemaal door en je sluit af met 1 deksel. Hier een voorbeeld van hoe deeg eruit ziet als het gerezen is en in de bak zit. Een paar mooie bollen. 6 bij elkaar. Je ziet het, ik kan de bak gewoon schuin houden zonder dat de deeg eruit valt. Dat komt omdat in de bak niet olie gesmeerd is. En ook geen bloem of semolina of wat dan ook. Niks. Dus je maakt de deegbol, je zet het erin, je laat het rusten, je laat het rijzen. Dekseltje er uiteraard op. Maar je moet dus niet olie erin smeren. Als je dat wel doet, dan kunnen je bollen gaan schuiven. En naast de sluiting van je deeg, die dus op het plastic ligt onderin, die gaat niet mooi dicht, zeg maar, als er olie in zit. Want dan plakt het niet meer aan elkaar. Dus dat is wel heel belangrijk. Het is dus super makkelijk, gewoon zonder. En dan uiteraard een goede tool zoals deze flexibele deegspatel om je deeg eruit te halen. Want je moet er wel onder kunnen. Ga dat niet zo met je handen proberen. Dat wordt drama. Gewoon met een mooie tool eronder scheppen en dan til je hem zo uit de bak.